Eigenlijk maar nog een vraag. Ja, dank u wel voor het enorm lang antwoord. Ik hoop dat ik toch een gelegenheid krijg om op elk facet van het antwoord van de minister ook in te gaan. De minister begon met het citeren van het regeerakkoord. Nou, ik heb gelukkig helemaal niets te maken met het regeerakkoord. Dus het citeren van het regeerakkoord, dat doet de minister maar in de richting van mevrouw Van den Berg. Die zijn afbraak van de zorg als het gaat om de 45 minuten norm niet steunt. Maar in mijn richting in ieder geval niet, voorzitter. Dan kom ik bij de woorden aperte onzin. Ik zit hier sinds 2006. En sinds 2006 zijn er 24 spoedeisende hulpposten verloren gegaan. En iedere keer als ik hier zei, door dit beleid verdwijnt dit, door dit beleid verdwijnt dat, zat daar een minister die zei, nee hoor, onzin, onzin, onzin. Oh nee hoor, dat doen wij niet. Wij zijn hier niet de zorg aan het afbreken. Iedere keer aan het einde van het rit gebeurt het toch. In de 5 jaar voor de coronacrisis hebben we 914, zijn er 914 intensive care verpleegkundigen minder. Er was wel al die jaren sprake van forse besparingen, forse bezuinigingen op de zorg. Dus op het moment dat je de beschikbaarheidsbijdrage stopt, verwacht ik, niet een minister die zegt, oh dat is onzin. Nee, een minister die zegt, mevrouw Agema, daar kan u wel eens gelijk in hebben. Ik ga ervoor zorgen dat dat niet gebeurt. En op het moment dat ik over een paar weken een motie hierover indien, verwacht ik ook dat de minister zegt, oordeel Kamer. Want we gaan er in ieder geval voor zorgen dat er niet meer spoedeisende hulpposten gesloten worden. Ook in het licht van dat tot 2040 de zorgvraag van 75-plussers nog eens verdubbeld. Kunt u dus ik wil graag van de minister horen dat hij bevestigt zijn woorden, dat het stoppen van de beschikbaarheidsbijdrage voor de spoedeisende hulpposten niet leidt tot het sluiten van spoedeisende hulpposten. Die bevestiging wil ik graag eerst. Dank u wel. Minister, kunt u een kort antwoord geven? Zeker. Allereerst, wat ik op antwoord met aperte onzin, is de stelling dat bij het verdwijnen van een beschikbaarheidsbijdrage, even los van of die überhaupt zou verdwijnen, maar de stelling dat een beschikbaarheidsbijdrage gaat verdwijnen en dat dat leidt tot het omvallen van 29 ziekenhuizen, daarvan zeg ik aperte onzin. Ja, met het vervolg, ook die spoedeisende hulpposten wil ik ook nog wel op focussen, ook dat is aperte onzin. Echt aperte onzin. Die gaat niet verdwijnen met een beschikbaarheidsbijdrage. Even los van of überhaupt een beschikbaarheidsbijdrage wel gaat verdwijnen. Daar kom ik straks nog apart op terug. Voor het komend jaar wordt die beschikbaarheidsbijdrage gewoon gecontinueerd. Dat is één. De tweede is, ik denk dat het illustratie, het voorbeeld wat mevrouw Agema noemt over het verminderen van de IC-verpleegkundigen, precies exact de spijker op zijn kop legt van waar die samenwerking nu zit. Ambulanceverpleegkundigen zijn meestal mensen die uit de IC en uit de spoedeisende hulpzorg komen. Die hebben een opleiding gehad tot IC-verpleegkundige. Vaak ook doen ze dat stapelsgewijs om zeer moverende en inbegrijpelijke redenen, waarbij ze een opleiding doen voor IC-verpleegkundige, een opleiding doen tot SEH-verpleegkundige en vervolgens ook de overstap maken naar ambulanceverpleegkundige, omdat je in je carrière verschillende stappen wilt doen. Maar op het moment dat wij de ambulancezorg sterk uitbreiden, dan trekt dat een wissel op personeel wat ook ergens anders actief is. Dus dat betekent dat je in een keten slim moet kijken. En de voorbeelden zijn er al wel gegeven over wat er gebeurde op het moment dat er ergens iets gesloten werd ten aanzien van de ambulancezorg. Moet je goed gezamenlijk kijken van wat vraagt dat aan personeel? Ja, voorzitter. Natuurlijk moet je daar goed naar kijken. Maar op het moment dat je die acute zorg meer gaat concentreren, zullen die ambulances vaker ingezet gaan worden om patiënten te verplaatsen van het gespecialiseerde ziekenhuis naar het streekziekenhuis. En dat verwachten we ook dat de ambulancedienst zomaar op zich neemt. Dus zogenaamd heb je dan een personeelsbesparing omdat je het gaat concentreren. Dat is wat de minister wil. Maar tegelijkertijd zie je dat de vraag van ambulances die tussen ziekenhuizen gaan rijden toeneemt. Dus het een heft het ander op. En nogmaals, een paar weken geleden hadden wij hier een debat, voorzitter, over het integraal zorgakkoord. Toen zei de minister op mijn bijdrage ook, nee, dat integraal zorgakkoord gaat er niet toe leiden dat de tachtigers straks geen nieuwe heup meer krijgen. Het gaat er ook niet toe leiden dat mensen geen beperkte levensverlengende kankerchemotherapieën meer krijgen. Toen zei hij in het debat, dat gaat niet te gebeuren. Daarna, tijdens het tweede minuten debat, diende ik een motie, 2 moties in. En toen was het ontraden. En ik verwacht van deze minister, op het moment dat hij hier zo zegt, en die woorden gebruikt die hij hier gebruikt, van dat het onzin is dat het stoppen van de beschikbaarheidsbijdrage zo direct van 29 ziekenhuizen niet leidt tot het opvallen van spoedeisende hulpposten. En ik vervat dat in een motie, dan verwacht ik ook oordeelkamer. En ik vraag van de minister om of dat toe te zeggen of zijn woude woorden terug te trekken.
Nou, minister had een vraag. Voorzitter, ik denk bij de motie, die zal ik gewoon tezijde tijd moeten zien. En dan kan ik er op dat moment wat over zeggen. Het is heel moeilijk om nu iets te zeggen, een appreciatie te geven over een motie die ik niet gezien heb. Dat lijkt me voor de hand liggen.